Hi, hello come back. Melanie Bato heeft dagelijks contact met familie en vrienden op de Filipijnen. Haar eigen familie heeft de ramp goed doorstaan. Maar veel vrienden missen nog steeds familieleden. Gelukkig is er af en toe ook goed nieuws. Melanie is opgegroeid in de Sloppenwijken van Manila. Dankzij geld uit Nederland heeft ze een opleiding kunnen doen en nu is ze hier om een jaar te studeren. Maar door de tyfoon valt het nu allemaal anders. If only I have a magic door, I want to step out and go there and help, because in the Philippines I'm a nurse and uh, I'm I'm helping in World Vision and um, they are calling for a lot of volunteers, but I can't do anything. Toch zit Melanie niet stil. Gisteren vertelde ze haar verhaal in twee kerken en vroeg ze om hulp en gebed. I saw a lot of Dutch people who have the heart to help. And um uh, yesterday it touches me so much when I saw from the eyes of Dutch people the warmth of helping. And for me being the representative of Filipinos and being here as a Filipino I'm really thankful and grateful for it. En ook voor de vrienden op de Filipijnen is het een opsteker dat Nederland meehelpt. Dank je wel. Je bent welkom. Salamat kom bij, salamat sa, sa, video. Bye bye. Bye bye.